buiten naar binnen. Loop je door, dan naar links. Nog een twee keer. Naar de tweede pion, na een korte aansluitpas draaien ze om elkaar heen en dan lopen ze verder. En bij elk pion is het weer opnieuw. Aansluitpas om elkaar heen. En dan komt dat nog een goede aangestapt om elkaar heen. Dan, zak een beetje door je knieën zodat je lekker snel de kop kan draaien. Springen in elkaar op, maak schouder op de lucht, op weer. En dan ga je even op de grond. Even kort schouder op het dak bovenin. Je hoeft niet echt te beuken, maar gewoon even dat er contact is. En let op de landing. De twee voeten bij elkaar landen, langs elkaar. Goed. Sprint, naar tweede pion. Remt af, oplet, het is nog lat. Achteruit terug naar 1. En je zet aan, weer een pion verder. En terug naar de vorige. En zo door de tijd. Maar we sprinten nu 80% naar de pion. Ja? 80%. Nou, kan. Gewoon tot aan de pion. Niet in het veld, maar gewoon. Ja. Dan pak je rust maar weer de druk weg. Dan loop pas terug. Rens, probeer als je je knie inzet op je voorste been te landen. En dan kan je doorlopen, want nu doe je zeg maar dit en dan moet je doorlopen. Als je een knie zet en dan op je voorste been landt, kan je doorrennen, ja? Heel zie, probeer op je voorste been te landen. Goed. Netjes. Klasse. Oké, de laatste twee keer gaan we naar binnen. Dat heb je denk ik al vaker gedaan. Een paar passen. Zet met rechts en je sprint naar links. Links en je sprint naar rechts. Yes, dus zo zigzaggen. Een paar passen aanzetten, dan weer een paar momenten rust, dan weer aanzetten naar de andere kant. Yes. Laat twee keer, zeg maar. Ja, doe maar zo, dat is makkelijk, Lucy.